HGC doet het voortreffelijk dit seizoen, maar de punten werden vooral buitenshuis gepakt. Twee van de drie nederlagen vonden plaats op de eigen Roggewoning. Er staan slechts drie thuiszegers tegenover. Vandaag Rotterdam, de tegenstander. En Rotterdam krijgt dan na 2 minuten een strafcorner. En uiteraard meldt zich dan Jeroen Hertzberger. En met meer geluk dan wijsheid vliegt die bal erin. Daar baalt Koos Seins van. Een van de cornerverdedigers van HGC, de nummer 32, want hij krijgt die bal hier op zijn stik. En tergend langzaam rolt die bal langs Sam van der Ven in het doel van HGC. Maar dan doet HGC wat terug. 7 minuten later is het Budgen. Mooie corner. Een Angelsaksische co-productie tussen Jackson en Budgen. De Engelsman, hier met nummer 7, bedient de Australiër. En die pusht prima raak. Daardoor 1-1 na 9 leuke beginminuten. Nog een kans voor HGC. Weer een strafcorner. Koos Seins. HGC moest het vooral hebben van de strafcorners in de eerste helft, waarin Rotterdam een licht overwicht had. Dit is de 20e minuut van de wedstrijd. Als hier de bal voor de stik van Hoedemakers valt. Ja, dat is niet zo moeilijk meer natuurlijk. Op het moment dat de keeper al weg is. De verdedigers zijn uitgestapt. Hier Hoedemakers. Hij brak vorig jaar door in de EHL. Dit doet hij goed. De 2-1 voor Rotterdam. Dan HGC met Jackson. Bal keurig van de lijn gevist daardoor. Bakker namens Rotterdam. Rotterdam inmiddels 7e. Liefst 7 punten van de nummer 4, Oranje-Rood. Er moet eens wat gebeuren. De ploeg van deze, Albert Kees Maneschijn. Het kan prima tegen HGC. Dat won al heel lang niet van Rotterdam. Het gaat zo ook niet gebeuren als Jackson deze ballen niet maakt. Wat een kans voor de topscorer van HGC. Nummer 14 heeft hij er al gemaakt, Jackson. Dit deed hij niet goed. Maar HGC blijft drukken in die tweede helft. En hier is Plennevaux. En dan is het wel raak. Een kwartier voor tijd. Plennevaux, wat is hij goed op schot. 6 goals in zijn laatste 4 duels. Een fenomeen is hij aan het worden, de Belg. Hij was al topscorer in België en Spanje. Is ook goed op schot in Nederland. Dan weer Rotterdam met Algera. Wat spelen van HGC. Poest deze corner naast. Dan krijgt HGC nog 1 kans op de zegen. Hier is Jackson. En de paal. 2-2 blijft het daardoor. De Zuid-Hollandse derby tussen HGC en Rotterdam.